Na 6 weken vakantie is het voor de leerlingen van basisschool De Handreiking in Eindhoven maandag meteen weer volle bak. Een bijzonder moment voor groep 8. De eerste schooldag in het laatste schooljaar. Ja, heel leuk, want we hebben heel lang de vakantie gehad. En is het ook wel weer leuk om op school te zijn, omdat je dan al je vrienden weer ziet. Ik verwacht dat het een heel leuk schooljaar zal zijn. En dit jaar zal ik ook meer mijn best doen. En ja. Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is eigenlijk de eerste dagen gewoon lekker kennis maken met de klas. En ja, die eerste weken noemen wij ook de gouden weken. En daarna krijg je ook nog zilver en brons. Oh. Dus daar wordt wel aan gewerkt om een fijne sfeer te krijgen in de klas. En dat de afspraken en de regels wel duidelijk zijn voor de kinderen. Een nieuwe juf of andere klasgenootjes. Een eerste dag is altijd even wennen. Maar ook voor de school zelf is het dit jaar anders. Want de handreiking viert ook zijn 50-jarig bestaan. Lang zal ze leven. Dit jaar was extra bijzonder omdat we net voor de zomervakantie van een oud collega begrepen dat onze school dit jaar niet 45, maar wel 50 jaar al bestaat als instelling. Dus ja, daarvan dachten we, dat moeten we wel ook bijzonder maken. Over de komende maanden wil de school nog uitgebreid stilstaan bij het 50-jarig bestaan.